Ik heb heel lang als modejournaliste gewerkt en ik vond het eigenlijk wel vrij saai. Totdat ik opmerkte dat achter alles wat wij dragen ook wel een verhaal is. En dat zijn heel mooie verhalen. Dat zijn verhalen van mensen die rond de wereld reisden. Dat zijn verhalen van oorlogen. Het zijn verhalen van exotische kleding die ineens ons land binnenkwam. En nou, toen zag ik ineens de mode in een heel ander licht. En dan ben ik op zoek gegaan naar deze verhalen voor 50 verschillende kledingstukken. En heb fantastische dingen gelezen en ook geschreven. En nu is het een boek. En ik vind het heerlijk. En als iemand anders dat graag wil weten waar jouw trenchcoat vandaan komt, of waar je little black dress vandaan komt, of waarom het toch wel mag dat we luipaard dragen als het maar niet echt is, dan ben ik blij om lezers te vinden. Geniet ervan.